Ja, trainer, ik denk dat we wel kunnen stellen dat jullie te weinig krijgen, hè? Met 0 tegen 1. Nou ja, ik denk dat je sowieso nooit iets krijgt, maar ja, we hebben veel balbezit gehad. Maar uiteindelijk daar veel te weinig uit gecreëerd. Dus uiteindelijk doe je gewoon jezelf tekort, denk ik. Nou, de beste fase was volgens mij vlak voor rust. Krijgen jullie veel kansen. De tweede helft heb ik eigenlijk het echte gif niet gezien. Nee, je merkt dan toch dat er een beetje onrust komt. Uit de positie lopen. Maar daarnaast lag het tempo veel te laag. Station overslaan, net het goede been inspelen, goede balsnelheid. Dat soort dingen. Dat was de tweede helft een stuk minder. En daardoor was het voor de tegenstander makkelijker te belopen. En je ziet dan ook het verschil tussen een HSC, een ploeg is met een achterban die moeten. En jullie mogen eigenlijk, hè? Jullie zijn aan het opleiden. Is dat het verschil? Ja, opleiden zou je normaal gesproken wel zeggen. Nu hadden we heel veel van één, die eigenlijk al een paar stappen verder zijn. Dus veel teleurgestelde jongens, dat zie je misschien ook. Dan mis je net zeg maar dat laatste stukje. En dat zit hem dan in het gif, in de voorwaarden creëren, goede vooractie, goede manier inspelen. Wat ik net al aangaf, waardoor er wel iets meer tempo in komt. En dat mis je gewoon. Daarbij hebben we iedere wedstrijd gewoon een tegenstander waar veel meer mannelijkheid in zit. En ook iets meer slimmigheid. En hopelijk, wat je zegt, als je het hebt over leerproces, hopen wij dat ze daarvan leren. Ja, dat is het lot van een belofte trainer bij een betaald voetbalclub. Ben je dan bezig met zo'n proces of denk je dan, laat de jongens alsjeblieft bij de eerste blijven? Nou ja, we hebben gewoon momenten dat zeg maar, het eerste voor ons speelt. En dan weten we ook dat we gewoon de beste wat kunnen krijgen. Maar dat is heel lastig, ook voor de groep waar we normaal de hele week mee trainen. Het is niet de meest ideale situatie, denk ik. Maar het is de situatie zoals die is. Dus daar moeten we maar het beste van maken. Volgend weekend is de situatie weer anders. Dus hopelijk krijgen onze spelers dan weer volop de kans. En laten ze ook zien dat ze dat verdienen. Dat klinkt een beetje zwaar, maar heb je het wel naar je zin? Ja, zwaar. Ik kan niet vrolijk zijn als je 1-0 verloren hebt, maar nee, het is gewoon de situatie zoals die is. En het is nooit leuk om je eigen groep teleur te stellen. Maar goed, wat ik al zei, het is die situatie. En het is niet echt zwaar, maar het is gewoon een beetje realistisch, denk ik. Ja, hebben jullie een ploeg die zich veilig moet spelen in de tweede divisie? Of kon het dan wel eens lastig gaan worden? Ja, je staat niet voor niks bij die onderste. Nee, dat klopt, maar het zit nog steeds redelijk dicht bij elkaar. Alleen, dat moet je ook niet blijven zeggen. Maar ik vind dat als je sportman bent, wil je sowieso zo goed mogelijk presteren. En dat is in ieder geval niet degraderen. Dus ik moet zeggen dat we heel wisselvallig hebben gepresteerd. Natuurlijk ook een wisselvallige samenstelling hebben gehad. Maar met name in het begin, de wedstrijden verloren die we hadden meer uit moeten halen. En we hebben een fase gehad wat minder was. En nu spelen we redelijk. Alleen vandaag was het ook niet goed genoeg, vond ik. Zullen we mee stoppen? Het is best koud, ondanks dat de zon schijnt. Ja, we staan in de schaduw, dan heb je er weinig aan, hè? Dankjewel. Oké.